Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik ben wel een beetje gefascineerd door die naam van jullie, maar daar moeten jullie dadelijk maar iets meer over vertellen. Over de beta. Ik ben van origine ook een beta, wiskundige, verdwaalde wiskundige. Dus ik heb mijn mars door de wetenschappelijke disciplines gemaakt. Ik ga straks naar Maastricht aan de universiteit een verhaal vertellen. Ik zat daar bij de faculteit, de beta-faculteit, dus was wiskunde en informatica. En ik zit nu in Rotterdam bij de sociale wetenschap. Zo kan het gaan. En ik eindig met mijn eigen universiteit. Dat is een van mijn dromen. Ik zou graag een eigen universiteit willen oprichten. Omdat ik vind dat wij studenten eigenlijk misvormen. Onderweg. We leren ze heel veel af. En eigenlijk leren we ze niet de essentie. Ik hoop dat dit verhaal over de essentie gaat. Ik hoop jullie te inspireren. Ik hoop dat jullie hier troost en herkenning in vinden. Herkenning, troost, inspiratie. Nou, mijn ervaring is wel dat veel mensen zoals jullie toch af en toe wel behoefte hebben aan ja, een soort van steun. Van, hey, ik ben niet alleen. Er zijn veel meer mensen bezig. Ik durf de stelling aan dat er wel tienduizenden mensen zoals jullie in Nederland, misschien wel honderdduizenden mensen bezig zijn. Ik ga jullie ook niet overtuigen vanmiddag, dat heeft geen zin, volgens mij. Jullie zijn al lid van de kantelkerk. Vorige week nog een dansje gedaan. Een kanteldansje. Maar ik ga vooral een soort perspectief geven aan jullie. Waar kan het nou heen gaan? En vooral, wat kunnen wij daar nou met z'n allen aan doen? Hoe kunnen wij nou die macht vormen om het huidige systeem te laten kantelen? Want we zijn het er denk ik wel over eens. Het gaat te traag in Nederland, hè? Het broeit wel en ja, het gist. Maar er is nog veel gestaalde tegenmacht. Ik heb er bijna een dagtaak aan om ja, daar tegen in te gaan. Dus dit verhaal gaat eigenlijk over, ja, wat houdt nou die kanteling in? Hè? Wat verandert er nou wel en niet? En hoe kunnen wij dat nou versnellen? Ik had er natuurlijk, ja, ik heb deze gekregen. Ik ben al wel geschoold in Delft, maar technisch. Kijk, ik begin altijd met deze, die kennen jullie wel natuurlijk, die is van Herman van Haag. Maar is wel een mooi motto, misschien wel voor mijn volgende boek. Iedere generatie claimt dat er veel verandert, hè, in hun periode. En soms verandert er zoveel en zoveel fundamenteel dat we spreken van een verandering van tijdperk. De laatste keer was 150 jaar geleden. Modernisering. Ik weet niet of jullie weten hoe we dit tijdperk noemen dan, hè, in de sociaalwetenschappen. Voor zover we het eens zijn, maar noemen wij de reflexieve modernisering. Dus modernisering 2.0. Maar er verandert nu wel heel veel tegelijk en het verandert ook fundamenteel, zal ik dadelijk laten zien. En een voorbeeld is wat er veranderde eind 19e eeuw. Er is veel onderzoek naar gedaan. Toen werd eigenlijk het cement gelegd, het fundament voor de samenleving zoals we die nog voor een deel kennen. En wij noemen dat nu de modernisering. In een periode van pakweg 50 jaar werden er allerlei structuren opgebouwd in de zorg, onderwijs. Er waren nog geen vakbonden. Alles werd getrapt, ingevoerd. Zelfs het kiesrecht. Eerst voor de elite, zoals altijd. Toen voor de gewone man en daarna pas voor de vrouwen. Onderwijssysteem kreeg vorm. Dus we hebben heel veel opgebouwd in die tijd. En mijn stelling is, we gaan de komende tientallen jaren ook weer heel veel opbouwen. Maar dat moet ook gepaard gaan met afbraak. Huidige systemen functioneren niet goed meer, hebben wel tijdenlang goed gefunctioneerd. Dus het is opbouw en afbraak. Dit is wel een mooi voorbeeld. Ook dat begon bij een elite, voorhoede, hoogopgeleide mensen die zagen dat de samenleving niet meer paste en dat het anders moet. Dat doen we nu meer. Kijk, ik zal iets zeggen over de crisis, want dat wordt mij vaak gevraagd. Ik heb natuurlijk ook geen glazen bol waar ik in kan kijken, niemand heeft dat. Maar als je goed naar deze crisis kijkt, dan zie je dat er eigenlijk verschillende soorten dynamiek zijn. We hebben de recessie, daar komen we wel uit. Dat is onderdeel van de conjuncturele dynamiek. Maar er is ook iets fundamenteels aan de hand. En dat noemen wij structurele verandering. En dat zit heel diep en dat voelen jullie, daar werken jullie aan. En dat noem ik dus het systemische deel van deze crisis. Dat betekent eigenlijk, wij pakken de crisis niet bij de wortels aan.
Maar we gaan er als het ware omheen. En zolang we dat doen, keert hij steeds weer als een boemerang terug op ons bord. Voor mij is dat een feest eigenlijk, als transitiedenken. Want een crisis is juist ja, een uitingsvorm dat het anders moet. Dat is het moment waarop je dus die transformatie kan versnellen. Maar de echte crisis moet er nog komen. En die draaien dadelijk om grondstoffen, energie en klimaat. Ik heb enig recht van spreken, want ik kondigde dat al 25 jaar geleden aan. En je ziet dat nu manifest worden. En ik laat wel eens dat voorbeeld zien hè, van die tennisbal. Dus wij maken een tennisbal van 50 verschillende grondstoffen. Die vliegen de hele wereld over. 80.000 kilometer leggen die af. En wij maken in 3 uur een tennisbal. Gebruiken we gemiddeld 5 keer en dan gooien we hem weg. Dus 99% van wat wij maken gooien we weg. 95% van al het geld dat wij ontwikkelen gebruiken we om geld te maken. Dus geld is geen middel meer, maar een doel geworden. Ik stond een paar maanden geleden voor de top van de Rabobank. Ik ben al jaren klant van de Rabobank. Ik dacht, nou ja, dat is in ieder geval een bank die het anders doet. Dus ik vroeg hun, hoe ver zijn jullie nou in die transitiecurve? Nou, zeiden ze, nog niet zo heel ver. Ik begrijp nu waarom. Maar eigenlijk is het wel goed. Het systeem implodeert. Dit kan niet langer zo doorgaan. Mag ik een vraag stellen? Mag je vragen stellen? Ja, je mag wat jullie willen. Je kan ze opsparen, je mag tussendoor vragen stellen. Ja? Oké, dan sparen we ze op, maar er is meer dan genoeg tijd om vragen te stellen. Ik begin eigenlijk wereldwijd en dan zoom ik in op Amersfoort. Dus laat het je wel gevallen. Maar het systemische karakter, hè, dus kijk alles... Iedereen heeft het over 3%, maar dat is natuurlijk onzin. Het echte tekort is eigenlijk het ecologisch tekort. Dus in alles wat wij produceren, zelfs de stoelen waar jullie op zitten, gebruiken we dus onze natuurlijke hulpbronnen. En die verspillen wij, die gooien wij voor een groot deel weg. En zolang die economie maar zo verspillend blijft, komt die crisis als een boemerang terug. Want de grondstoffen worden op den duur onbetaalbaar. 80% van de Nederlandse bedrijven heeft al problemen met het inkopen van grondstof. Daaronder zijn schaarse aardmetalen, die zijn voor 97% in handen van China. Dus als we echt naar een andere economie willen, een groene economie, hebben we heel veel van die schaarse grondstoffen nodig. Ook die kritische aardmetalen. In China is 10 jaar lang al buitenlands beleid grondstoffenbeleid. In Nederland hebben wij een gezant voor grondstoffen. En minister Kamp zegt, ik laat dat over aan bedrijven. Dat lijkt me niet iets voor de overheid. Hoe dom kun je zijn? Hè? Dat is echt zo dom. Ja, nee, ik bedoel, alles draait om grondstoffen de komende jaren. Kan niet anders. En als je daar dan een gezant voor aanstelt en je behandelt het niet op systeemniveau, dan komt die boemerang steeds maar weer terug. Maar eigenlijk is het voordeel van het nadeel dat het ons leert dat we eigenlijk fundamenteel anders moeten gaan consumeren en produceren. En het voordeel is, we gaan op weg naar een nieuwe soberheid. En laten we dat vieren. Eigenlijk gaan we terug naar de kern op een moderne manier. Dan maar geen tweede auto, dan maar geen derde vakantie. Dan maar niet alles, zeg maar, ja, bijten aan die buitenkant. In elke grote systeemcrisis zag je aan het einde een eruptie van creativiteit en innovatie. Dat zie ik nu ook in elke zaal waar ik sta, proef ik dat. Er ligt voor een miljard aan ideeën op de plank. En zo gauw er weer kapitaal vrijkomt, let wel, dat is wel een beperkende factor, want wie zijn de grootste kapitaalverstrekkers? Dat zijn de banken. En de banken liggen nog voor jaren aan de leiband. Maar goed, daar komt een eruptie aan creativiteit en innovatie. En eigenlijk is de kern van mijn verhaal, we zijn elkaar kwijtgeraakt onderweg. In die onbeheersbare drang naar meer, naar groei. En we gaan weer terug naar vroeger, we gaan weer terug naar de menselijke schaal. Zowel qua samenleving als qua economie. Op een moderne manier, vooruit naar vroeger. Die economie 3.0, ja, die kan je duiden met allerlei woorden en beelden. Ik ga dadelijk een kleine poging doen, maar in ieder geval, hier heb je een aantal kenmerken. En dan zie je dat dat anders is dan we 5 of 10 jaar geleden dachten. Het gaat veel meer de richting op van maatwerk, kleine schaal, circulair, nieuwe maakindustrie, biobased, CO2-arm. Sommige dingen klinken logisch, anders niet. Maar als je dit 5 jaar geleden had laten zien, hadden de meeste mensen je uitgelachen. Weg met die outsourcing, schaalvergroting, fusiedrang, juist niet. Dit is eigenlijk een
één grote contratrend. Wij gaan het weer doen, wij gaan het maken op kleine schaal. Ik zal dadelijk wat voorbeelden laten zien. Dus die economie zie je kantelen, eigenlijk onverwacht als je vanuit een extrapolatief perspectief kijkt. En de samenleving kantelt ook. En ja, daar kun je ook allerlei namen aan toekennen en daar zijn we niet zo goed in. Het is de taal van de vorige eeuw. Do it ourselves, van onderop, burgerkracht, vreselijk hè, burgers. Wij zijn geen burgers, we zijn gewoon mensen. Sociaal doe het zelf, verschrikkelijk. Maar dit is het ergste, participatiesamenleving. Dit is zo erg, dit is top-down bedacht. Iemand heeft bedacht, gij zult participeren. Terwijl jullie allemaal vragen aan Den Haag, doe nou met ons mee. Want wij gaan veel sneller dan Den Haag. De straat loopt ver voor op de staat. Kom op, wie bedenkt dit nou? Dit is ook al 15 jaar oud, dit is zo zielig eigenlijk. Dit is een overheid die op drift is geraakt, het ook niet meer weet. En dan de koning laat zeggen, doe mee. En de onderdanen worden de overdanen. De overdanen die vragen dus aan de onderheid van, doen jullie mee? Niet andersom. Dat is de transitie die gaande is. En dat is fascinerend. Kijk, en het is een moeilijke fase, want het is chaos. Het is turbulentie. Ik heb het al jaren geleden aangekondigd. Energiebedrijven vallen om. En het mooie is, degenen die omvallen, die klagen dat de werkelijkheid zich niet aanpast aan hun. De energiebedrijven zeggen, dit mag toch niet doorgaan? Die penetratie van duurzame energie, dat kan toch niet? Dat is niet eerlijk. Een slim energiebedrijf past zich aan. Ik ging 5 jaar geleden naar al die boardrooms toe van de grote energiebedrijven. Ik heb ze gewaarschuwd. En ik stond tegenover Peter Terium, de topman van de RWE. Ik zei, als jullie niet luisteren, dan gaan jullie failliet. Toen werd hij zo boos. Hij ging voor me staan. Halve meter voor me. Hij spuugde bijna in mijn gezicht. Hij zegt, als ik naar jou luister, ga ik failliet. Ik zeg, oké, ik kom terug over 5 jaar. En dan zien we. Volgend jaar kom ik terug. Vorige week kwam een persbericht van RWE uit dat ze de bakens volledig gaan omzetten richting duurzame energie. Men wil de enabling agent worden op het gebied van duurzame energie. Het zal niet helpen, want ze zijn te laat. Maar dat klagen en zeuren, dat zie je ook bij de thuiszorgorganisatie, zie je bij welzijnsorganisatie, zie je bij bouwbedrijven. Ik sta voor die grote bouwbedrijven en die hebben dan 5 werkmaatschappijen. Het gaat over installatie en constructie en het gaat over het bouwen zelf. En die houden zich allemaal bezig met de klant. Ik zeg, bekijk het eens vanuit de klant. Zou je dat nog die silo's zo oprichten? Nee, dat niet. Maar waarom stop je er dan niet mee? Ja, maar zo zijn we nou eenmaal georganiseerd. Oké, veel succes. Elk groot bouwbedrijf leidt verlies al vele jaren. Ik stond laatst in Amsterdam, daar hadden ze een prachtig plan voor de jeugdzorg 3.0 gemaakt. Het zag er goed uit van onderop. Goed over nagedacht. Er waren alleen 2 problemen. Het zat in de klem van controle en beheersing. En ten tweede waren 120 organisaties die zich met jeugdzorg bezighielden. 120. Dus het mens staat helemaal in dienst van structuur. Dus we hebben structuren bedacht die eigenlijk de overhand hebben genomen en wij staan daarvan in dienst. Maar de bedoeling is dat het andersom is. Wat je ook voor plan bedenkt, maar zolang 120 clubs zich daarmee bezighouden. 23 clubs op 1 gezin is het record. Het gevolg, ik zei, wat is eigenlijk het effect daarvan? Ja, het zag er wel schoon uit van binnen. Zie je. Dan had je net zo goed een schoonmaakclub hè, kunnen in. Maar wij moeten niet wijzen. Wij hebben dit gedaan met z'n allen. Niet wijzen. Wij zijn de nieuwe macht. Wij gaan niet meer wijzen. Het gebeurt, het wordt afgebroken. Wij gaan ons voordeel daarmee doen. Kijk, die oude wereld is duidelijk. Hè? Die structuren die de overhand nemen. We hebben dingen heel onnatuurlijk gedaan. We moeten veel meer leren van de natuur. De natuur verspeelt bijna niets. 1 keer op safari gaan, laat je eigen wereldbeeld al kantelen. 1 keer kan ik je aanbevelen. Vergeet even die vliegreis en de CO2. Maar 1 keer op safari gaan, verandert je mens en wereldbeeld. En alleen maar die koelkast leegroven, dat kan dus niet op den duur. Dus we gaan inderdaad waarde toe, we gaan dingen veel natuurlijker doen. Eigenlijk veel eenvoudiger. We zijn heel ver afgedreven van de natuur en de eenvoud.
Dit klinkt zo logisch, dit is bijna universeel, dat je je kan afvragen, hoe hebben we het zover laten komen? Het mooie is dat een transitie is een evolutionaire revolutie. Het is iets revolutionairs, want je eindigt met iets fundamenteel anders. Maar het is ook evolutionair, het is opbouw en afbraak. De silo's worden afgebroken. Geen land ter wereld heeft meer silo's dan Nederland. Als je boven Nederland vliegt, zie je ook hoe we geografisch geordend zijn. Alles is afgebakend in hokjes. Ook jullie geesten zijn nog steeds afgebakend. En dat moet allemaal omver. En dat is het mooie. Er ontstaan per dag nieuwe instituties. En mensen zoals jullie en ik ook breken er dwars doorheen. En dan krijg je heftige weerstand. Waarom doe je dit? Waar hoor jij eigenlijk bij? De eerste vraag die Daan Rozengaard voorgelegd krijgt. Waar hoor jij, wat ben je nou eigenlijk? Ja, ik ben van alles wat. Nee, dat kan niet. Waar is dat hokje? En wij passen niet meer in die hokjes. Laten we dat vieren. Dit gaat niet meer. De economie 3.0 die ziet er eigenlijk natuurlijker uit. Onderdeel daarvan is de groene economie. Dat je zegt, nou ja, we gaan dingen maken van groene grondstof. Hoe logisch is dat? Ja, logischer kan eigenlijk niet. En dat snijdt dwars door de topsectoren heen. En wat hebben wij in Nederland? 9 topsectoren. Bijna een tiende, de bouw hoorde er ook bij. En wat is nou het mooie? De filosofie daarachter is, we moeten sterk houden wat nu sterk is. In een overgangsperiode is dat killing. Dat is het domste wat je kan doen. Je kan beter inzetten op wat beloftevol is en kansrijk kan worden en misschien groot kan worden in de toekomst. Dus een onderdeel daarvan is die groene economie, dat is nu 2-4% van het totale BNP en werkgelegenheid. Een paar weken geleden kwam een mooi rapport van het Planbureau over de leefomgeving uit daarvan. Maar als je de wet van de exponentiële groei kent en je weet dat het met 15% per jaar groeit, eigenlijk groeit het met 30% per jaar de afgelopen jaar, dan zie je dat het over 12 jaar al 11-21% kan zijn. En over een jaar of 17 al bijna de helft van de reële economie. Zo snel gaat dat. Dat maken wij allemaal nog mee. En onze kinderen maken mee dat het gewoon verreweg het grootste deel is. Dit gaat niet een beetje snel, dit gaat razendsnel. Onderdelen daarvan zijn dat je bijvoorbeeld niet alles baseert op olie, hè, zoals in de havens, de grootste olieterminals ter wereld die je daar ziet, maar biomassa terminals. En dan natuurlijk niet de biomassa die concurreert met de voedselvoorziening, maar gewoon de tweede en derde generatie. Dat je gewoon echt dingen maakt van afval, van levend plantenmateriaal. Ik ging laatst op bezoek bij Sabic, een petrochemische reus in Bergen op Zoom. Die zijn voor 99% afhankelijk van fossiele energie. En die hebben gezegd, wij willen mee in die groene economie. Dus die stellen hun laboratoria open voor entrepreneurs, mensen zoals jullie. En die zeggen, ga je gang maar, jullie mogen meewerken aan biomaterialen en bioproducten. Nou, dat leverde wat paniek op. Want ja, dan kom je in die sterk, hoogbeveiligde laboratoria daar. En dan lopen allemaal van die ZZP'ers, entrepreneurs tussendoor. En die doen allemaal dingen die eigenlijk niet mogen. Maar goed, na verloop van tijd ontstond er toch een soort modus van samenwerking en dat leverde hele aardige dingen op. En nu wordt er gemeenschappelijk gewerkt aan biopolymeren, aan biobouwmaterialen, biokleurstof, van alles en nog wat. Ik heb een mooie markt gezien met tientallen van die producten. En dit is dus een van de inzichten. De olifanten, de mammoets, moeten gaan samenwerken met de kleintjes om gezamenlijk nieuwe dingen te maken. Alleen de kleintjes helpt niet. Jullie komen er nooit alleen. Maar alleen de grote al helemaal niet. Dus je moet eigenlijk die niches samenbrengen met het regime. Dat is een van de inzichten die wij hebben gekregen. Dit is olifantengras, Miscanthus. Wordt op een aantal plaatsen gebruikt in Nederland. Maar wij zijn bezig met een papierfabriek van Houten. Om niet meer papier te maken van oud papier. Want dat doen ze nu en daar zijn ze heel goed in. Een van de koplopers in Nederland. Maar dat is toch niet helemaal de weg, want ja, je verspeelt toch een heleboel materiaal. Bovendien wordt het nooit helemaal schoon. Er worden wel giftige stoffen uitgehaald via cradle to cradle. Maar ja, cradle to cradle is ook een beetje, hoe zal ik het zeggen, toch ook wel de oude economie. Want je kan het namelijk circulair doen. Je kan namelijk zeggen, ik ga papier maken van gras en dat laat ik gewoon telen in de eigen regio. Bij voorkeur in die oude mijngebieden, op die oude mijnpitten.
Dat is arme grond, daar kan het groeien. Nou, we zijn bezig om te onderzoeken of dat kan. Maar dat verandert dus je hele productieproces. Alles gaat op de kop. En dus dan ben je eigenlijk koploper in de oude economie en dan heb je de moed om te zeggen, we moeten het toch anders gaan doen. Dan ben je een held, vind ik. Dan ben je een held. Ik werk al jaren samen met een ondernemer die je nooit zal vinden op die ridicule top 100 van de duurzaamheid. Dat elitaire gedoe. Gek word je daarvan. Maar die man, dat is ook een held. Die kwam uit de dakdekkerswereld. En die benaderde mij ooit 10 jaar geleden met het plan voor groene daken. Nou, dat is nu in gang gezet en dat loopt op zich best aardig. Al gaat het niet snel genoeg. En toen begon hij met gevels. Hij zegt, waarom gebruiken we niet alle ruimte die we hebben? Al die oppervlakte in Nederland. 2,5 miljard vierkante meter gebruiken we niet. Daken, gevels, maar ook geluidswallen, geluidsschermen, noem maar op. En hij heeft iets ontwikkeld wat al werkt. Dit is de duurzaamheidsfabriek, hè, ontworpen door Thomas Rauw in het Leerpark in Dordrecht. En dit werkt al. Dit zeg maar, zijn die draaibare gevelsystemen. Die kan je gebruiken voor energie op te wekken, voor water op te slaan, voor fijnstof te filteren, reclamedoeldoinden. Nou, we zijn al bezig met voetbalvelden. Ja, daar kan je natuurlijk om lachen, maar elke amateurclub kan een energieleverancier worden als ze kunstgrasvelden laten kantelen. En dan kan je het laten kantelen tot iets wat energie opwekt. Dat is nu al in Eindhoven in gebruik. Je kan het gebruiken langs railsen, waarom niet? Wegen, in principe kan alles. Maar we zien het niet, hè? We lopen langs die ruimte, we rijden langs die ruimte en we denken, ja, waarom doen we daar niks mee? Als we al die 2,5 miljard, ik heb het wel eens het nieuwe slochteren genoemd, als we die zouden gebruiken, hebben we geen enkele grote energiecentrale meer nodig. Waarom doen we het niet, hè? De grootste barrière zit in ons hoofd. We hebben afgeleerd om vrij te denken. Jullie zijn allemaal verknald op school. Ik ook. Ik moest op een gegeven moment buiten de klas zitten en ik was te lastig. Ik was inderdaad een vervelend mannetje. Maar ik kon mijn eind niet kwijt. Ik ben niet zo vervelend hoor, het echt valt best mee. Maar in dat systeem paste ik niet. En jullie waarschijnlijk ook niet. Kijk, we krijgen een nieuwe maakindustrie en als ik dit vertel, dan kijken de mensen mij aan en mijn moeder zegt, vertel dat nou maar niet meer. Ik geloof het gewoon niet, zegt. Ik vertel haar dan, ik heb laatst een pizza gegeten, die was geprint door een 3D-printer. Zij kan zich dat niet voorstellen. Jan, het kan niet. Dit wordt science fiction, zegt. Ik zeg, maar dit gaat echt gebeuren. Toen internet opkwam, werd het 5 jaar lang niet herkend. Het bleef circuleren in een kringetje van honderden wetenschappers die wilden slimmer met elkaar omgaan. Bill Gates sprak de legendarische woorden, dit gaat niet betekenisvol worden voor de wereld. Internet ging om het delen van ideeën en concepten op virtuele wijze. Dit gaat om iets fundamenteels. Dit gaat om het delen van producten digitaal. Wij gaan ons hele maakproces digitaliseren. Dat betekent dat het uitmaakt hoe je die dingen maakt, maar vooral wie het maakt. Wij kunnen alles gaan maken in de toekomst. Iedereen wordt dan een producent. Jullie kennen wel het voorbeeld van die DAS-architect in Amsterdam. Er is maar 1 van de 1000 voorbeelden. Hoe gek kan je zijn als je zo'n gevelpand gaat printen? Ik vind dat heroïs. Je moet ook een beetje gek doen. Je moet ook een beetje gek zijn. En daar kan je natuurlijk allemaal bezwaren tegen maken van waar het van wordt gemaakt. Halve plastics, het maakt niet uit. Ik heb al de eerste 3D-printers gezien met afbreekbare biostoffen. Dat kan allemaal, maar wat erachter zit, dit is het fundamentele. Wij met z'n allen worden prosument, hè, wij worden de nieuwe macht, maar wij worden ook de fabricent. Wij kunnen echt alles gaan maken. Alleen dan word je ontwerper, bouwer, fabrikant tegelijk, dat kan je niet allemaal zelf. Je moet het dus in netwerken doen, want je hebt die kennis en expertise niet zelf. Je moet het dus samen doen. Dit betekent ook het einde van het beschermen van kennis. Dit betekent het einde van de patenten, dit betekent het einde van alles wat je wil beschermen. Dit moet je open source doen, soft en hardware. Zo niet, dan ga je eraan. Kennis is dus niet meer macht in de toekomst. Kennis delen is macht. En daarmee worden we dus van consument tot prosument tot fabricant. En iedereen die zegt dat het een hype is, negeer het. Zeg gewoon, kom terug over 5 of 10 jaar. De meeste mensen die onderdeel uitmaken van een revolutie of een omwenteling, negeren het, willen het niet zien. Dat is ook een soort van bescherming. Neem het ze niet kwalijk.
Drie voorbeelden van bedrijven in de toekomst die al heel snel werkelijkheid. Een bouwbedrijf in de toekomst verdient geen geld met bouwen, maar met het faciliteren van de mens. Of dat afschuwelijke woord, klant. Een cliënt is eigenlijk een mens die wordt gereduceerd economisch tot een productiefactor. Maar goed. Eigenlijk verdien je niet het geld met bouwen, want ik heb net laten zien, dat kunnen wij allemaal zelf ook. Maar je kan wel die klant met alles helpen. Met zijn decentrale energievoorziening, telecommunicatie, interieur, whatever. Maar dat is eigenlijk het nieuwe verdienmodel van die bouwbedrijven. En ik sta daar dan voor en dan kijken ze je aan. Het kan toch niet waar zijn? Het wordt waar. Zorgbedrijf, ja, ik neem het voorbeeld van Jos de Blok, ook uitgelachen en genegeerd. Heeft nu de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland met alleen maar zelfsturende teams. Heeft geen directeuren, geen managers in dienst. Zo plat als een dubbeltje. Die mens staat centraal in alles. Buurtzorg wordt nu zelf ook al ingehaald door nog nieuwere ideeën. Vind ik ook wel mooi. Zo gaat het altijd met koplopers. Ik prijs de dag dat ik zelf ooit word ingehaald. Laten we dat vieren. Misschien gebeurt het al vanmiddag. Maar dat je de zorgen voor mensen op allerlei gebieden op je neemt, met alles, dat is eigenlijk de crux. Dus al die grote thuiszorgorganisaties die zo hiërarchisch zijn aangestuurd, verticaal, die gaan er allemaal aan. Maar die mensen komen wel weer aan het werk. Maar dit kan niet meer. Dit wordt een van de recepten van de toekomst. Zelfsturende teams gaat helemaal terug naar Eckhart Winsze, gewoon met celdelingen. Net als de natuur. Zo werkt de natuur ook. Energiebedrijven, als je nog in fossiel investeert, ben je zo'n sukkel dat ik dat niet serieus meer neem. Dus in de toekomst wordt gewoon alles decentraal, smart grid. En ja, dat gaat allemaal op klant, wijk, buurtniveau. Het is eigenlijk een evidentie. Nou, hoe kunnen wij dat nou met z'n allen versnellen? Hè? Wat kunnen wij nou doen en wat doen we al? En hoe kunnen we daar meer massa en volume krijgen? Nou, ik noem een aantal dingen die misschien niet zo voor de hand liggen, die je in geen enkel managementboek vindt, maar volgens mij wel moeten gebeuren. Ik zei het al, de nieuwe combinaties zijn belangrijk. De grote en de kleine bedrijven, die cross-sectorale samenwerking. Iedereen die nog binnen één sector werkt, verdwijnt. Bedrijven en organisaties samen, coöperaties en bedrijven. Dus het idee is dat, laat ik zeggen, de gestaalde macht gaat samenwerken. Hè, de olifanten, de mammoets, met de niche-spelers. En je kan dus proberen om die in allerlei gedaanten bij elkaar te brengen. Er is dus een grote behoefte aan verbindende partijen. En dan moet je dus nieuwe ontmoetingen creëren. Nou, wat ik probeer in de kantoorbijeenkomst is om werelden bij elkaar te brengen. Het mooie is namelijk, ik zie dus in al die sectoren, hè, ik zie bij energie vergelijkbare patronen als bij de bouw. Ik zie bij zorg vergelijkbare patronen als bij welzijn. Ik zie bij onderwijs dezelfde patronen als bij de zorg. Maar niemand in onderwijs praat met zorg, niemand bij energie praat met bouw. Hoe kan dat nou? We zitten helemaal locked in. Ik kom uit de duurzaamheidswereld, dat vind ik helemaal geen vernieuwende wereld meer eigenlijk. Echte vernieuwing die vindt eigenlijk bij de social en economic entrepreneurs plaats, bij de innovatie. Alleen, vandaag stond ook weer in bericht, wij zijn goed in innovatie in Nederland. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat om radicale innovatie. Niet dingen, zeg maar, efficiënter doen, maar dingen echt wezenlijk anders doen. Laat die werelden bij elkaar komen. Waarom bevruchten wij elkaar zo weinig? Verbinden is eigenlijk in een kantelperiode de meest effectieve manier van sturen. Dus verbinden van mensen, ideeën, van schaalniveaus, projecten. Ik kwam laatst thuis en mijn kinderen vroegen, pa, wat heb je nu weer gedaan? Ik zeg, ik heb verbonden. Nou, wel trussen, zei mijn zoon. Dat is saai, zeg. Jeetje, pa. Hij heeft toch wel met me te doen af en toe. Maar ja, je kent dat wel, hè? Die spanningsvolle verhouding. Je bent heel lang de held en dan word je de sukkel. Uiteindelijk komt het wel weer goed. Hoop ik. Maar verbinden is zo belangrijk. Wij onderschatten de waarde van verbindingen. Iedereen wil weer iets nieuws doen of iets uitvinden, maar verbind nou eens wat er al is. Dat is zo. Als iedereen in deze zaal zou verbinden, zou in 10 jaar Amersfoort booming worden. Kun je dat voorstellen? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ruimte creëren. We hebben ruimte nodig. We hebben ruimte nodig, hè? Dat heb ik even verkeerd weergegeven hier, maar we hebben mentale ruimte nodig, we hebben fysieke ruimte nodig, organisatorische ruimte, juridische ruimte. Die hebben wij nodig. En de grote verhalen komen weer terug.
tientallen jaren werden we heel cynisch bejegend, het einde van de grote verhalen. Nee, de grote verhalen komen, want we hebben behoefte aan, ik zei het al, inspiratie en troost. Maar anders dan vroeger is het niet een top-down verhaal, maar zo'n groot verhaal ontstaat vanuit duizenden kleine verhalen van mensen. En wij hebben behoefte aan verhalenvertellers. We hebben behoefte aan mensen die de grote en de kleine verhalen verbinden. En dat is geen blauwdruk zoals vroeger, dat is niet het antwoord. Maar het zijn wel lange zichtlijnen naar een beloftevolle toekomst. En het gaat er niet om dat het uitkomt. Ik gebruik altijd als mijn credo, het maakt mij niet uit of alles wat ik doe leidt tot een betere wereld. Natuurlijk hoop ik dat wel, maar ik moet er wel alles aan gedaan hebben, elke seconde weer. En als het dan niet lukt, zwa, maakt mij eruit. Maar als ik later op mijn sterfbed, wat denk ik als ik zo doorga, niet al te lang duurt, maar kan het, had het beter gekund, ik heb er alles aan gedaan. Wat is er nou mooier dan dat? Stort je erin. Radicale innovatie stimuleren. We zijn wel goed in de gewone incrementele innovatie, maar niet in de radicale innovatie. Ik zei het al, we worden bijna epistemologisch verkracht op school. Mijn kleinkinderen worden waarschijnlijk gemonitord vanaf hun tweede jaar. Waarom? Angst. We zijn allemaal bang dat mensen buiten het systeem vallen. Laat ze toch erbuiten vallen. Waarom gaan we nou kinderen van een paar jaar monitoren? Wie heeft dat? Dat is bijna ja, misdadig, vind ik dat. En waarom al die faalangst? Van de 10 dingen die ik heb gedaan, zijn er misschien 6 mislukt. En daar ben ik nog trots op ook. Ik heb ooit een BV gehad en die ging failliet. En dat was treurig voor de mensen zelf. Ik heb ze allemaal goed onder kunnen brengen. Maar je leert er vooral van. Kom op. Waarom nou zo bang? Waarom mogen wij geen risico's nemen? Laten we leven met die onzekerheid. Laten we vieren dat er zoveel dwarsdenkers en friskijkers zijn. En laten we ze een podium geven. En dat begint al op school. Dat wordt mijn grootste nieuwe opgave. De transitie in het onderwijs. Om af te ronden. Amersfoort in transitie. Kijk, ik weet te weinig wat hier gebeurt. Af en toe dan kom ik er wel eens en dan help ik mee aan plannen om bijvoorbeeld de gebouwde omgeving energie-neutraal. Maar jullie hebben ongetwijfeld een veelheid aan ideeën, dus daar wil ik graag mee gevoed worden. Maar ik heb gewoon wat suggesties, hè? In algemene zin. Kun je gewoon zeggen, de lat ligt zo hoog, wij gaan die hele stad, het is eigenlijk een groot dorp, hè, energie-neutraal maken in 12 jaar. Ja, natuurlijk kan dat. En begin dan bij die communities. Begin gewoon bij scholen, sportverenigingen. En zeggen van, nou ja, we doen het 10, 15 jaar. Waarom niet? Ik heb al bedongen dat de komende jaren de eerste 1000 woningen worden aangepakt. Huurwoningen, maar ook gewoon koopwoningen. Samen met 033 Energie. Ik weet niet of hier al een Amersfoortse energiecoöperatie is. Zo niet, richt hem vandaag nog op, zou ik zeggen. Die is er? Oké. Okay. Dan wil ik dadelijk wel horen hoe effectief die is en of die inderdaad al dit grote verhaal vertelt. Energiek Amersfoort lijkt mij een mooi uitgangspunt. Gezond Amersfoort. Wij hebben in Rotterdam een stadsboerderij, werd weggehoond. Iedere grote gemeente wil nu ineens een stadsboerderij. En die mannen die erachter zitten hebben gewoon een heel eenvoudig businessmodel. Die zijn niet eens zozeer geïnteresseerd in duurzaam eten en zo, maar die willen gewoon iets lokaal opzetten. Die willen gewoon uit je eigen stad, heet het ook. Dat je eet uit je eigen stad. En natuurlijk is dat niet het antwoord op de intensieve veehouderij. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat erom wat je kan doen in de buurt. Een circulaire voedselketen opbouwen en in alles duurzaam. Kan dat? Ja, natuurlijk kan dat. Wij hebben een voedselcollectief. Oké, wil ik dadelijk meer over weten. Gaat mij meer om de stap van hoe kunnen we dat opschalen. De innovatiecampus. Ik ken er een paar in Rotterdam en Dordrecht. Bijvoorbeeld gericht op 3D-printen. Maar kunnen we scholen, bedrijven en organisaties samen laten werken? Kunnen we die mindset van de kinderen openbreken op een innovatiecampus? Ik heb al iets laten zien van dat leerpark in Dordrecht. En daar worden inderdaad duizenden jonge lassers, installateurs op groene wijze opgeleid. Prachtig, toch? Het hele idee dat je leren en werken ondernemen combineert. Op grote schaal. Dat is mooi. Kan het een 3D-hub worden? Wij worden langzamerhand een behoorlijk innovatief land als het om de 3D-gemeenschappen gaat. Er komt zelfs een 3D-printerfabriek in Eindhoven. De toepassing op allerlei niveaus, domeinen kun je stimuleren binnen bedrijven, onderwijsinstellingen. Ben ik benieuwd naar wat hier dan gebeurt, wat er voor plannen zijn.
Kortom, ik daag jullie uit. Groen Amersfoort, ik heb het al gehad over die groene daken. Multifunctionele oppervlaktes. Kunnen we elke sportvereniging hier omturnen, laten kantelen tot een energieproducent. Hetzelfde geldt voor onderwijsinstellingen. Groen lint door de stad als verbinding. Ik las een prachtig verhaal dit weekend over hoe ze dat in Hamburg doen. Laten de Duitsers nou in vredesnaam niet steeds het voorbeeld zijn voor ons. Dat ligt in mijn familie toch al gevoelig. Kom op, dat kunnen wij zelf veel beter. Kunnen wij gewoon een kantelplan maken? Zeggen we, nou, we hebben een groot verhaal voor Amersfoort voor de komende 10 jaar. En hier zitten allemaal kleine verhalen in de zaal, misschien ook grote verhalen. We maken daar gewoon een stip op de horizon van. En we gaan 5 doorbraakprojecten selecteren. We gaan ze gewoon uitvoeren. Ik noem het ook wel eens ongewoon uitvoeren. En dan gaan we daarvan leren en opschalen. En niet wachten op de gemeente. Niet zeggen van, er zijn ambtenaren die het frustreren. Nee, wil ik niet horen. We gaan het gewoon zelf doen. Ondanks de overheid. En als die ambtenaren in de zaal zitten, excusez-moi, want er zijn natuurlijk ook welwillende, friskijkende, dwarsdenkende ambtenaren. Maar gewoon, we gaan het zelf doen. We hebben geen hulp meer nodig. Die bestaan ook, ja. Daar geven we ook cursussen aan, dus ook dat is in beweging. Maar dat is eigenlijk mijn voorstel. Oké, laten we nu in discussie gaan. Dank jullie wel. Die durft niet meer natuurlijk. Ja. Maar daar kom ik regelmatig. Politiek? Ja. Ah. Ja, die durft. Nou. Nou goed, dat geeft misschien ook wel wat aan. Dat is, Kan ik dan een vraag stellen als dat is? Ja, dat kan bij je, Sjoerd. Wat ik het mooie vind van je presentatie is niet alleen inspiratie, maar het is ook voornamelijk aanzetten tot actie. Want als je dat niet doet, dan kom je er niet. Dus wie zijn die allemaal uit Amersfoort? En heel veel uit andere steden. Dus oh, dat wist ik. Het mooie is, dit kan je dus gewoon ook in je eigen stad naar voren gaan brengen. Dus ik zou zeggen, Sjoerd, ja, jij zit op je stoel te wippen van, je wil wat vragen, dus brand los. Ik heb allereerst bedankt voor je presentatie. Ik vond het fantastisch. Een beetje een oud verhaal, maar dat. Dat zegt mijn zoon ook. Een beetje oud verhaal. Ja. De leeftijd van je zoon. Dus ja. Maar mijn vraag is het volgende. Ik heb een heel mooi boekje in de kast staan en dat heet Behandel de oorzaak en niet het gevolg. Nou ben ik zelf erachter dat ik het fantastisch vind iedereen met de gevolgen bezig is. Maar als je de oorzaak niet in het diepste van het zijn daarin echt durft te behandelen, echt durft aan te pakken, is het eigenlijk ook zinloos. Wat is jouw mening daarover? Nou, ik ben begonnen met het pleidooi voor het behandelen van de oorzaak van de crisis. Hè. Dat doen wij dus niet. En hetzelfde geldt voor die economie. Duurzame economie leidt nog niet tot een duurzame samenleving. Kijk, als je systemen wil transformeren, moet je eigenlijk organisaties transformeren, maar dan moet je vooral jezelf transformeren. Je moet je eigen angsten overwinnen. Zolang je eigen angsten, en die zijn existentieel, want bij een transitie, dat is geen gewone verandering, dat is een onomkeerbare verandering, moet je eigenlijk alles loslaten. Dus dan moet je zeggen, oké, ik weet wat ik te verliezen heb, ik overwin mijn angst, ik weet niet wat ik krijg, maar ik spring. Nou, eigenlijk is het dus in de kern het loslaten van je eigen angsten. En dat is volgens mij de diepste oorzaak van de crisis die we nu kennen. Dus ik ben begonnen met onderzoek naar systemen, technologieën. En ik eindig na 25 jaar eigenlijk bij mensen en ook bij mezelf. Dus je zegt eigenlijk geen transitie zonder transformatie? Nou, dat onderscheid is, in de literatuur, in de wetenschap maken wij dat eigenlijk niet. Ergens op de ministeries heeft iemand dat dan weer bedacht. Hè? Met name bij die drievoudige kanteling hè, van arbeid, jeugd en zorg. Maar wat ik bedoel is dat een systeemtransitie vergt eigenlijk een persoonlijke transitie. Dat betekent eigenlijk dat je reflexiviteit moet ontwikkelen. Dus dan moet je je eigen uitgangspunten ook ter discussie durven stellen. Ja,
Dus dan moet je niet alleen reflecteren, dat betekent dat je jezelf in de spiegel aankijkt. Maar dat is nog niet het diepste niveau. Het diepste niveau is eigenlijk, ja, jezelf ter discussie durven te stellen. En dat is niet makkelijk. Ik herken dat, ik worstel daar zelf ook nog mee. Maar ik heb ooit van Wilco van Rooij, een bergbeklimmer, geleerd. Hij zegt, mensen vragen mij, waarom lukt jou dat nou wel, die Mount Everest op, en anderen niet? En hij zegt, dan beginnen mensen altijd met de fysieke toestand. Je moet natuurlijk uitermate goed getraind zijn, dat is mooi. Dan heb je een mentale toestand. Hij zegt, je moet mentaal heel sterk zijn. Maar er zit nog iets boven, zegt hij. Een soort spirituele, op het allerhoogste niveau, zegt hij. Kom je met jezelf in conflict, zijn mijn uitgangspunten wel zuiver? En als je uitgangspunten niet zuiver zijn, zegt hij, kom jij niet boven. En dat is wel mooi. Om daarop aan te sluiten, ik ben het met je eens, zeg maar, dat er behoefte is aan reflectie en meer bewustzijn, zeg maar. Raakt ook aan bezinning, zeg maar, en zingeving. Ja. Maar dat vraagt ook om stil te staan. Stil te staan bij je eigen leven, bij wat je wil in het leven. En zie je niet een enorm spanningsveld, zeg maar, met het tempo van vernieuwing, ook positieve vernieuwing, maar dat gaat dwars door elkaar heen. Positieve vernieuwing, negatieve vernieuwing. Is niet het grootste probleem dat we veel te veel in een soort haast samenleving, haast economie leven en dat we eigenlijk gewoon een stap terug zouden moeten doen. Maar ook hier, zeg maar, is iedereen heel erg, wordt gedreven door nieuwe technologieën en die meegaan. Ik zie daar wel een behoorlijk spanningsveld. Hoe kijk jij dat even? Ja, er is sprake van een paradox, hè? Omdat je ook gewoon economisch die niches die ik liet zien, die moeten wel groeien, anders worden ze nooit volwaardig onderdeel van de economie. Dus ik ben ook niet tegen groei. Maar het moet niet die onbeheerste, ongelimiteerde groei zijn met allemaal schadelijke neveneffecten die we hadden. Dus één, je moet je afvragen, van, staan wij in dienst van welke groei dan ook? Nou, die groei moet vooral schoon zijn. Hè? Circulair, biobased. Dat je niet groeit ten koste van je hulpbronnen, omgeving, aarde, mensen, wat dan ook. Eén. Twee, daarbinnen heb je verschillende tempi. Ik pleit al jarenlang voor, stap eens uit. Kijk, een hoger tempo dan waar je normaal in zit, kan bijna niet. Iedereen maakt elkaar gek. Als de groei van de groei afneemt, worden wij al zenuwachtig in een kwartaal. En wij zijn allemaal bezig met het antwoord. Maar zolang je zelf niet reflexief bent, ga je op een andere manier mee in datzelfde groeitempo en maak je dezelfde fouten en ga je in dezelfde valkuilen trappen. Dus wat ik zelf doe, ik ben natuurlijk onderdeel van die gekte. Dat ik stap er elk jaar een periode uit en dan zeg ik, oké, nou ga ik eens gewoon niets doen. Dat kan bijna niet, niets doen, maar ik stap eruit. Ik ga 1 of 2 maanden in retraite en ik ga gewoon eerst even denken. En meestal ga ik daarna schrijven. Ik kan iedereen aanbevelen om af en toe eruit te stappen. Voor je het weet zit je in dezelfde maalstroom, alleen noem je het anders. En ga je mee met die afgeleide gekte. Dus een onderdeel van reflexiviteit ontwikkelen is er af en toe uitstappen. Wat ook helpt, is mensen om je heen verzamelen die ook heel positief kritisch zijn. En die elkaar de maat durven te nemen. Want een van de onderdelen, hè, waarom we in die gekte terecht zijn gekomen, is dat we op basis van wantrouwen heel veel hebben laten gebeuren. Ik noemde al het voorbeeld van de Rabobank. En dan wordt er gezegd, ja, maar het zijn maar 29 mensen. Nee, de hele cultuur is verziekt. Tot op het bot. Ja, maar als je, ik vind het waanzinnig dat je hier nu aangeeft dat je gewoon zelf 2 maanden je tijd neemt. Ja. En het is geen onderdeel van je verhaal. En het is voor mij is het meest wezenlijk onderdeel van je verhaal. Ja, maar ik kan pas dat. Ja. Niet vaak. Nou, ik kan pas dat verhaal vertellen als ik er af en toe uitstap. Dus dit is het gevolg van zo'n retraite. Mijn boek is het gevolg geweest van 3 maanden stilstaan en even terugkijken.
Ik kan het expliciet meenemen. Als dat je vraag is, dan kan ik expliciet het in mijn verhaal verwerken. Ik kan het nog persoonlijker maken. Dat klopt. Het is wel zo, ik sta steeds vaker ook voor ambtenaren en laat ik zeggen mensen vanuit bedrijven. En dan vragen ze mij, wat moeten we doen? En laatst in Rotterdam stond ik voor 50 gebiedsmanagers. En toen zei ik, doe eens een jaar niets. Nou, dat echoot nog heel lang na. Want ja, daar is paniek uitgebroken in die organisatie. Want een aantal is ook niets gaan doen. En ja. En een aantal is daardoor harder gaan lopen. Want die dacht, ja, als die helft niets gaat doen, dan moeten wij... Ja, dat is eigenlijk wel een leuk effect, wat je ziet. Maar ik ben het met je eens. Goed punt. Ik kan het nog explicieter maken in mijn verhaal. En dat is een luxe product. In onze samenleving is dat verworden tot een luxe product. En wat we leren op school is om in die economie een plek te vinden. En volgens mij moet dat luxe product van spirituele ontwikkeling eigenlijk geen luxe product meer zijn. Dat is ook wat jij zegt, maar niet iedereen is natuurlijk in de luxe om 2 maanden de uitstap te pakken. Het is eigenlijk bizar dat je daar zoveel geld voor neer moet tellen om die ontwikkeling te kunnen maken. Ja, onderdeel van die transitie is natuurlijk een verschuiving van waarde. Hè? En meestal laat ik hem zien, maar ik heb hem hier niet laten zien. Maar een onderdeel van die waarde die verschuiven is natuurlijk dat het geen luxe meer wordt. En dat je er ook niet geld voor moet betalen, maar dat je tijd krijgt. Hè? Dat je tijd krijgt om dieper bij jezelf te komen. Het enige punt vind ik wel, ik word natuurlijk dagelijks benaderd door mensen die iets willen van mij, ook vanuit de spirituele hoek. Je kan natuurlijk ook verdwalen. Nee, dat kan niet. Nou ja, in die zin, je kan... Heb je geen vertrouwen? Als je denkt dat je verdwaalt, heb je geen vertrouwen. Nee, maar toch, je kan wel, zeg maar, tussentijds verdwalen. En dat moet je jezelf dan ook wel toestaan. En je kan ook met de verkeerde mensen in contact komen. Dus dit is natuurlijk ook wel zoeken, leren, experimenteren. Ja, en druk werkt niet. Het spiritueel is echt de kern is dat je geen druk erop legt. Want het moet zichzelf ontvouwen. Ja, maar ik word dagelijks benaderd door mensen die enorm veel druk op mij zetten. Omdat die mij verder willen brengen in mijn ontwikkeling. En ja, maar ik moet ook een keuze maken. Wie wel en wie niet. Hè? Die mensen hebben het best een beetje voor. Ja, dat weet ik. Dat doe ik ook. Meer dan jullie veronderstellen. Dan vraag je. Simon. Ja, nou, je vertelde me ook over de onderwijs, die wil ik ook even op aanhaken. Ja. Ik hou me bezig met school, gewoon een radicaal andere school die buiten het systeem valt. Ja. En ik merk heel erg gewoon die angst en die weerstand en dat vertrouwen van ja, er is geen vast eindproduct van de kinderen naar zo'n school gaan. Ik vraag me af, ik ga gewoon door, maar heb je nog een tip hoe om te gaan met die weerstand en met die angst en hoe ik dat proces kan versnellen? Ja, tips geven consultants, hè? Iets, ja. Nou, dat is ook niet, maar hoe ga jij ermee om? Want ik bedoel, jij stelt ook veel mensen hiermee raken die zeggen, ja, nee, dat, jij komt vast ook weerstand tegen. Ik ben daar gewoon wel benieuwd naar. Overigens ga ik daar vanavond ook over praten, voor wie het leuk vindt om... Ja, mijn hele leven is omgaan met weerstanden, dus ik geniet daarvan, maar ik zou mezelf niet als maat der dingen nemen. Iedereen doet dat anders. Ik kan je wel aanbevelen. We hebben binnenkort 2 kantel onderwijsbijeenkomsten. Eerst, ja, daar ben je ook bij. Dus het helpt enorm als je geestverwanten, zielsverwanten opzoekt. Ik heb in al die jaren waarbij ik maximale weerstand kreeg, maar alles wat ik deed, heb ik weerstand ondervonden.
Want alles paste niet in de tijd. Dus toen ik met klimaatonderzoek begon, ben ik ook uitgelachen in zaaltjes zoals deze. Die liepen gewoon na een kwartier leeg. Mensen spraken er schande van. Toen ik erop promoveerde, was er nog een hoogleraar die zei van, nou ja, over 20 jaar zal bewezen worden dat dit heel goed onderzoek was naar een fenomeen wat niet blijkt te bestaan. Ik heb het allemaal naar mijn hoofd gekregen. Wat mij enorm helpt, is om zeg maar mensen om je heen te hebben die je niet als professional zien, maar gewoon als mens. Ik heb al 40 jaar dezelfde vrienden, dat helpt enorm. Want die kijken niet naar je als transformateur of progressor of professor, maar gewoon als mens. Ik ben nog steeds Jantje eigenlijk van toen. En professioneel om ook energie te zoeken bij mensen die ook dat andere pad volgen. Dat helpt enorm. En ik heb van Jan Wolkers geleerd, probeer voorbij te gaan aan alle lelijkheid en alle cynisme. Ik word dagelijks uitgescholden op internet, ik word geridiculiseerd. Dat moet je ook van je af kunnen glijden, maar dat is pijnlijk. En dan helpt het als je mensen die ook tegen de stroom in, om je heen verzamelt. Dat helpt enorm. Zoek de plekken op waar de energie zit. Die zijn er genoeg. Ja, ik heb het even ingetikt wat ik wil zeggen, want het moet kort zijn. Jan, ik ben geraakt door jouw verhaal en zeker de laatste woorden. Ik heb even opgezet. Jan, je had het in het begin over dat er circa 100.000 mensen zijn die in dezelfde geestesgesteldheid zitten als wij hier. Permanent B en Beta en prachtig platform, QS durf te vragen op. Maar ik vind het allemaal te kleinschalig en het zou, de kennis is gewoon fantastisch, het zou naar buiten moeten. We hebben Daan Rozinghaard gezien, een hele zondagavond, ik heb hem vorige week toevallig gesproken in Eindhoven, in Design Week. Die man heeft duizenden brieven gehad van mensen die hem op televisie hebben gezien. Wat ik zou willen voorstellen aan Alexander Klupping, die zomaar iets organiseert op de universiteit op tv, mijn voorstel is, al die beelden die hier worden opgenomen, dat er een permanent beta TV streamer komt op internet, waar mensen zoals jij en zoals wij hier met elkaar een plek krijgen en de Nederlandse bevolking vertellen dat er meer is dan wat Den Haag zoal via radio en tv aan het uitzenden is. Dus ik claim, ik pleit voor een tv-zender, met name dit soort bijeenkomsten. Ja, terwijl, elk innovatief idee draagt bij. Hè. Ik zeg wel eens, wij vormen een onderstroom en die wordt per dag krachtiger. Die wordt nog onvoldoende herkend door de traditionele media. En misschien is dat maar goed ook, want dat zegt namelijk alles over die verzeilde media. Hè. Die denken nog steeds, dat zit bij hun nog onder de radar. Ik heb ook na de tegenlicht documentaire over mijn werk duizenden reacties gehad. Het heeft mijn leven veranderd. Ik kom daardoor ook niet meer aan mijn normale werk toe, dat vind ik ook niet erg. Dat is onderdeel. En ik ben nu bezig om dat via kantoorbijeenkomsten vorm te geven. Dus eigenlijk wat ik probeer is meer schaal, volume, massa te creëren. Dat het zelfs voor de traditionele media zichtbaar wordt. Maar dit is dan toch een prachtig vertrekpunt om daar. Absoluut. Het mooie is, Permanent Beta mag in de week van de ondernemer 3 dagen de content gaan vullen. Dus er worden die stappen gemaakt om verbindingen te maken. Maar dit is iets wat je snel kan realiseren. Ja, precies. Ik wil er even bij zeggen, als jullie het niet doen, doe ik het. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, jullie, ik, wij toch? Ja. Een laatste vraag, en dan maken we ruimte voor Jeroen van Geest, want dat is ook een mooie spreker vanuit de Singularity University Nederland. Ik zag daar nog een laatste vraag. En Jan, je bent er tot 4 uur, begrijp ik, hè? Ja. Dus, jij gebruikt echt Winsen, hè? Die gebruik je in, maar alleen met zijn naam even te noemen. Ik vind het een briljante denker, jammer dat hij veel te vroeg is heen gegaan. Maar die heeft onder andere die X-Tags neergezet. Wat vind jij daarvan? Want dat maakt namelijk heel veel gebruik van zeg maar, wat nu sterk is in de huidige systemen. Namelijk dat water al naar het laatste puntje stroomt. En als je die twee dingen, wat Eckert Winsen zegt, belast nou schaarste en maak datgene wat je in overvloed hebt. Maar dat heel goedkoop. Dat zou enorm kunnen helpen, denk ik, of niet? Ja, dat kan enorm helpen in zo'n kantelfase. En hij zei ook, je moet natuurlijk niet arbeid belasten. Ja. Maar juist, zeg maar, schadelijke grondstoffen was een heel zuiver idee. Ook het idee van die zelfsturende cellen en die celdelingen. Zo gauw een afdeling te groot wordt, deel je hem op in cellen. Leg de verantwoordelijkheid, bevoegdheden op het laagste niveau neer. Vind ik allemaal heel natuurlijk, vind ik heel circulair. Vind ik mooi. Ik heb hem 1 keer mogen ontmoeten.
En dat was een teleurstellende ontmoeting. Ik weet niet of er een causaal verband was, maar 2 weken voor zijn dood was dat. Hij bedacht hetzelfde, maar ik vond hem echt bozig. Het was wel een lastige man. Hij wilde tot het laatste gelijk. En hij voelde zich miskend. En dat vond ik wel tragisch, want volgens mij was het een briljante geest. Hij heeft ontzettend veel bereikt. Dus ik begreep zijn boosheid niet zo goed. En misschien met terugwerkende kracht wel. Maar heel veel van de dingen die ik heb gezegd kun je herkennen. Komen uit zijn school. En zijn dochter is ook bezig, hè, om dat gedachtegoed verder te verspreiden. En dat vind ik mooi. En ik denk dat het in deze evolutionaire revolutie gewoon weer heel sterk terugkomt, dat gedachtegoed. Ik ken heel veel bedrijven die daardoor geïnspireerd zijn gedaan. En ik hoop dat de onderheid ook de moed heeft om die fiscale vergroening, want daar ligt natuurlijk de sleutel, ook gewoon door te voeren. En niet mensen gaat belasten, maar gewoon de schadelijke activiteiten en zeg maar de goede te belonen. Dat is natuurlijk de crux van zijn verhaal. Helemaal mee eens. Hartelijk dank voor je. Is dat echt de laatste vraag? Ja? Ja, nou, ja, nog 2, joh, dat mag wel. Dat is, daarom. Wijk af van het gangbaar. Wat zijn jouw grootste inspiratiepotten, behalve de voorbeelden die je genoemd hebt, de kant van ondernemers, mensen die al bezig zijn? Waar laat je jezelf inspireren? Zijn er landen of auteurs of ideologieën of je moet een verhaal houden? Dus dat is heel veel energie. Dus waar haal jij je energie? Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar transities, dan heb ik me laten inspireren door Malcolm Gladwell, The Tipping Point. Vond ik een briljant boek. Het is een tijd ver vooruit. Dus hij beschreef transities als een soort van epidemie. En hij kwam al tot die conclusie dat het eigenlijk begon bij 2 of 3 mensen. Die elkaar konden aanvullen vanuit verschillende competenties. Dat vond ik. Ik vond het heel slim. Beter dan welk wetenschappelijk boek ik ook over transities heb gelezen. Dat vind ik trouwens toch wel opvallend, dat ik vaak diepere inzichten aantref buiten de wetenschap dan daarbinnen. Ik mag dat niet zeggen, dat is natuurlijk vloeken in de wetenschappelijke kerk, maar dat is wel mijn ervaring. Ik vind zelf, ik vind vaak mijn troost bij filosofen. En ik vind Peter Sloterdijk echt geweldig. Ik heb zijn boek gelezen, Je kan je leven veranderen. En hij geeft ook aan hoe je door dagelijks te oefenen ook verder komt in je denken. Zo'n groot denken die dat dan heel praktiserend maakt door dagelijkse oefeningen. Ja, dat ben ik ook gaan doen. En dan denk ik, ja, dat helpt ook. Ik ben ook in contact gekomen met yoga, meditatie. Dat vind ik mooi. Nou ja, dit weekend nog natuurlijk. Hè, dat stond ook in het teken van, hoe heet hij nou, de beroemde Duitse filosoof. Jürgen Habermas, ja. Daar ben ik het niet altijd helemaal mee eens. Maar ik vind, in deze tijd is het misschien opvallend, dat ik heel vaak leun op filosoof. Nou, dat is eigenlijk toch dat je iets, een crisis is inspiratiecrisis, een crisis, een gebrek aan leiderschap. En dat krijg je waarschijnlijk ook in filosofen, waar je voor ideeën daarover. Nou ja, ik sta wel achter het credo dat ook denken is doen. Denken is ook een vorm van doen. Want iedereen wil natuurlijk steeds, en dat is ook het credo van sommige duurzaamheidskoplopers, we gaan het nu gewoon doen. Ja, maar eigenlijk is dat misleidend. Want Rutger Bregman die zegt ook van, denken is ook een vorm van doen. Vind ik minstens zo sterk. Want ik besloot net al, als we allemaal weer zo die ADHD kant op gaan, gaan we weer dezelfde fouten maken. En filosofen brengen je ook af en toe tot rust en stilstand. Niet allemaal, maar ik vind er wel een zekere troost bij. Ja. Maar ik kom ook uit de sportwereld en daar was mijn inspirator Johan Cruijff. En dat vond ik een vorm van kunst. En los van het feit dat hij ook heerlijke onzin kan vertellen. Maar die man op dat moment was zijn tijd natuurlijk ver vooruit.
Dus daar, ja, dat ik ontleend wel mijn inspiratie aan de atypische voorbeelden. Ja, maar Jan Wolkers heb ik ook al genoemd. Vond ik een prachtig voorbeeld. Hoe die man mooi authentiek werd. Gewoon helemaal zichzelf blijft. Prachtig. Je hebt het een aantal keer over de overheid. De onderheid. Ja. Nou, dat gebeurt al. Kijk, laten we niet wijzen, laten we ook niet accuseren. Ik heb al eerder gezegd, ik sta volgende week weer voor een grote groep ambtenaren van de Rijksoverheid. En die horen ook dit allemaal. En die lezen ook dingen en die zeggen ook van, Jan, de wereld om ons heen verandert sneller dan wij. Dus help ons. Dus die worden ook reflectiever. Die worden misschien ook wel reflexiever. Dus die zeggen ook, ik heb nu een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Van, oké, als de wereld sneller verandert dan wij, hoe ziet dan ons nieuwe ministerie er over 10 jaar uit? Wat voor mensen heb ik nodig, wat voor competentie? Meestal begin ik met de wijzen naar friskijkers en dwarsdenkers, mensen zoals jullie. Ik zeg, hoeveel friskijkers en dwarsdenkers hebben jullie? En dan zeggen ze, die hebben we er allemaal uitgegooid de afgelopen 10 jaar. Waarom dan? Ja, die waren lastig en recalcitrant en we wilden namelijk 1 lijn. Dat is gelukt, maar het blijkt niet de goede lijn te zijn. Ik zeg, ja, die mensen, die kun je nu gebruiken. Zie je, daar begint het bij, want het is in feite een cultuuromslag. En, je hebt het nu ook weer over de ambtenaren. We zouden aandacht voor bezig met een proberen bestuurders en politiek van de kant. Maar het zijn een aandacht voor vooral de raadsleden die er vreselijk ooit te moeten hebben. Dus de politici, de politiek. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, ik sta ook regelmatig voor gemeenteraden. En die probeer ik dan ook tot stilstand te krijgen. En soms zeg ik bijna ondemocratisch van, bemoei je even niet met dit soort radicale vernieuwingsprocessen. Want die zitten in de modus van controleren en beheersen en die zitten in dat hele frame. En die zeggen, wij krijgen de opdracht van Den Haag, dus wij moeten dat zelf ook doorvertalen. Dan zeg ik, nee, doe eens een tijdje niets. Ik stond een paar weken geleden in Deventer voor de gemeenteraad. En ik moest iets zeggen over de transitie in de zorg. Die wethouder die ooit had gezegd, die keukentafelgesprekken, die kan ik ook wel door werkloze mensen laten doen. En ik heb daar letterlijk gezegd van, doe alsof je controleert en beheert. Hè, vanuit Den Haag, doe alsof je meedoet met het systeem. Maar ontwikkel gewoon een schaduwlijn op basis van vertrouwen. Geef veel meer ruimte weg. Geef veel meer ruimte weg aan ambtenaren, aan ondernemers. En ik zie dat bij het onderwijs ook, dat men doet alsof men aan al die indicatoren voldoet. En men vaart gewoon eigenlijk een eigen koers. En dat is steeds wat ik mensen voorhaal. Heb het lef om wel, zeg maar, te voldoen aan wat je superieuren van je willen. Maar creëer gewoon ruimte voor jezelf. Het werkt heel bevrijdend. Doe ik ook op de universiteit. Nou ja. Ik moet het hierbij laten of niet? Oké, tot ziens, dank jullie wel.